Yo kijkers van Steengoed Koen hier en welkom terug op deze geweldige server. Ik ben hier samen met Bram en Maarten. Hallo, hallo. Hi. Oh ja, we zijn samen met z'n allen onder elkaar. Want onder mij zit Maarten en daaronder zit Bram, ja. Hallo Koen. Hallo. Oh, ik moet het zo doen, hallo. Oh, geniaal. Wat gaan wij doen? We gaan een beetje durpen op onze server en even wat dingen laten zien nog, die ik in de vorige episode van de rondtour nog niet had laten zien. Want de vorige keer had ik namelijk een paar van deze huisjes gezien, van onze Spanjaard Sven. Ja, kijk, Sven, die staat hier, Sven de Deus. Hola Sven. En daar heb ik een paar huisjes van laten zien. Ik heb nog niet de mijn laten zien voor jou. Nee, gaan we daar eerst wel even heen. Kom, we gaan eerst wel. Ja, ik wist niet of dat wel een beetje mocht voor jou. Het is natuurlijk jouw projectje. Nou, man. Ik heb drie projecten volgens mij en ik heb ze nog allebei niet af. Ik heb echt 3000 dingen begin ik aan en ik maak echt gewoon de helft af van alles. Echt, hè? Ah, joh. Ja, want daar verderop komt nog het steengoedgebouw als ik het Ja, die komt daar. Dat laat ik ze ook wel even zien hoe we daar mee bezig zijn. Er staat nog niks bijzonders, maar... Ah, dat is helemaal mooi. Oh, die ziet er wel leuk uit. Ik moet hier nog steeds een spoorweg inleggen. Heb je al minecarts ingelegd dan of niet? Nee, dat hoeft ook niet hier. Oh, oké, okay. Dat komt dan wel een keer, denk ik. Maar klassiek, net deze tunnel loopt dus helemaal tot het einde door. Ja, dat zag ik ook echt net. Hoe ver gaat dat door, joh? Ja, kom maar. Dan gaan we lopen. Best wel ver door. Dan gaan we helemaal. Met de hele groep hier uitgegraven. Tijdens een livestream. Wat een tering eind. Dat stond nog één. Want je kan de livestream nog deels terugkijken, toch? Heb ik gezien. 4 uur volgens mij. 12 uur is nog nu op dit moment aan het verwerken. Ik denk dat het heel lang gaat duren. Oh, nog steeds, joh. Alleen wij kunnen een stuk van 4 uur zien. De rest kan dat gewoon nog niet. Hier eindigt die. Oh, okay. Ja. En hier is iets, ik weet niet waarom dat er zit. Ja, dat chillt een koe. En een put. Waarom zit er dan? Er gaat allemaal niks heen. Fuck, wie heeft het gedaan? Ik heb geen flauw idee. Nou ja, dat wordt nog een keer weggehaald. Misschien wil iemand hier een brug maken, zodat dit een steunpilaar is of zo. Oh. Dat is ook wel vet dat hij zo doorgaat hier. Ja, dat is wel een groot steunpilaar. Dat is een goed idee. Dat is een goed idee, Maarten. Dankjewel. Goed idee. We gaan helemaal mooi. En nu nog die ingang laten zien, wat ik nog een beetje heb gemaakt. We hebben nog een stuk, ja, die heb ik net laten zien. Ja, zeker. Het is net één grote treintunnel, dit, joh. Niet normaal. Ja, joh. Ja, dit, waar doorheen lopen. Zie je het? Ik kan niet meer rennen. Nee, ik moet heel even wat eten, hoor. Ja, ik ook. Kijken, op thee. Wil je nog een lekker broodje? Ja, lekker broodje. Nee. Maar hier kan je ook iets maken. We gaan hier een grote... Wie heeft die trap gemaakt dan? Koen! Oh! Ja, wist je dat niet dan? Ja, dacht ik doe er een beetje een... Ja. Daarom zei ik dat. Dat is voorbij. Ja, ja pannenkoek. Maar dit moet dus nog heel ver uitgegraven worden. Helemaal die kant op en misschien nog wat dieper en nog wat die kant op misschien. En hier komt dan een soort van schatkamer met allemaal goud en meuk en spul. Maar... We dachten eerst dat hier de... De end zat. De end zat, want portal. Hier zit... Kijk. Nee, oh nee, niet hier. Hier zit een ding, een soort die... Silverfish. Silverfishes, ja. Ja. Ja, maar dat is blijkbaar heel normaal in Extreme Hills, deze biome. Oh, oké. Okay. Ah, even goed tof. Ja. Gaan we even doorkijken. Ziet in ieder geval mooi uit hier. Ja, het is een beetje uitgegraven. Dit is nog lang niet klaar. Ja. Tof. En een fucking random crafting table. Ja, die hebben we nodig. Ja, joh, helemaal mooi. Gaan we nu heen. Gaan we nu eens even naar het plekje waar het SG-gebouw komt. Ik maak even de dag naar buiten. Ja, gaan we daar. Kijk, oh, je hebt even dag gezet. Nice. Oké. Dat is deze kant op, toch? Ja. En een konijn. We hebben een konijn. Kijk, jongens. Oh, nice. Kijk. Niet meteen doden. Maarten, ik wist het. Ik deed het. Jij hebt geen fire respect. Ja, ik heb ook fire respect. Ja, ik heb niks. Geen chalk nog, joh. Een breaking, sharpest, knockback, fire aspect. Knockback? Ik zei knockback. Wauw. Maar zie je die mooie berg daar liggen? Ja, het moet nog komen, hè? Nou, bij mij, ik zie hem al namelijk. Oh, daar. Ja, nee, maar het gebouw moet er nog komen. Ja, het niet gebouw dat, niet dat er al echt iets is. Nee, er is nog niks, maar ik wil even de plek laten zien. Wat is dit? Komt. Wat? Je weet niet. Ja, het is gewoon een random blok. Iemands graftombe of zo. Altijd ben weg. Doe dat. Maar ik loop nog even door. Wacht even, Koen. Niet daarheen, kom. Oh, sorry. Hier is nog een voet. Oh, je hebt een pad neergelegd, joh. Ja, dat is een duur pad. Hier, dit is daar kobbelsteen. Hier ineens. Kobbelsteen? Heb je Minecraft in het Nederlands gezet of zo? Nee, maar ik ben Nederlands, wist je dat? Dan krijg je dingen als aarde. Dirt, aarde. Oh, dat klinkt zo lelijk. Een steen. Hier maar omhoog. Ja, we zeggen ook steen. Ja, ik klik een beetje. Ja, ik zeg stone. Ik zeg ook stone.
Kobbelstone. Kobbelsteen. Dan was ik van kobbel. Wow, hoe ver gaat hij door, joh? Ja, een klein stukje nog. Er zit een beestje op mijn beeldscherm. Ga mijn beeldscherm af, klootzak. Kijk, hier hebben we hem al met een paar man even wat vlak gemaakt. En hier komt dan een groot gebouw op te staan, heel hoog en met appartementen, weet ik veel. Daar gaan we leuke dingen mee doen. Nice, nice, nice. Ja, er staat nu nog niks, maar... Gewoon een beetje een grote wolkenkrabben of hoge wolkenkrabben. Ja, ja, zoiets, ja. Een beetje een steengoedtoren. Er zit een groot logo erop en heel hoog in de lucht met een dakterras, weet ik veel. Maarten kijkt heel raar. Nice. Kijk omhoog naar de zon die er niet... Oh, daar. Je deed rare bekken trekken. Ja, daar moet je niet mee oppassen, dat je geen rare dingen doet, hè. Hoe je het krijgt meteen een copyright strike en zo. Waarom? Je gekke bekken trekken? Ja, dat doen ze al seksuele dingen of zo. Hey, iemand is hier bezig, joh. Ja, dat zag ik ook. Dat wordt een stripmine, geloof ik. Iemand is een dit is geen stripmine. Jawel, er iemand is een stripmine aan het bouwen voor ons. Oei. Oh, kijk eens aan. Ja, als je dan hier naar beneden gaat, dan komt er een strip, kom je uit een... Dag, Chris. Oh, wat leuk. Ja, nou, dat hoeven we niet heen, denk ik. Nee, dat is iets bijzonder. Misschien moeten we nu even naar de haven gaan. Ja, dat is wel echt een tyfus aan het lopen. Ja. Dus dan doe je gewoon even een knipje, hè? Zullen we gewoon even een knip doen, jongens? Ja. Oké. Versneld. Knip! Oh, hier zo, ik zie een grote mis. Iemand is hier... Holy shit, iemand is hier een boot aan het bouwen. Wat meen je? Oh, wow! Holy shit, wie is die aan het maken? Oh, kom terug. Ja, dankjewel. Maar, Dat is de rest van de haven te kijken. Hallo! Nee, ga eruit dan! Shift, ik zou het zeggen. Hey, laten we eens de rest de andere dingen van de haven bekijken. Ja, joh. Weet je wat het is? Het is een hijskraan, denk ik. Een hijskraan? Een hijskraan. Kijk. Rip Bart Held. Huh? Held steengoed. Held toch met DT of ben ik nog geen? Behouden van je man, je bent een echte topper. Ja, dat snap ik. Hier is het. Ja, nou, oké, dit gaan we niet helemaal naar boven. Nee, ik zie hier ook iets. Is dat een soort mijn of zoiets? Oh, een opslag. Als de boot of zo aankomen, dan kun je alles inplannen. Ah, tof. En voor de dingen die echt gebouwd worden, denk ik. Het is echt zo'n Minecraft cave. Mine, ja, lijkt zo'n mineshaft. Ja. Oh mijn god, ik zie een speedboat. Oh ja, die fucking speedboat. Fucking mooi. Ze springt ernaast. Speedboat, boom. Oké, wie gaat er varen? Ik ga varen. Ik ga niet varen. Oh. We zijn weer terug. Dat ging snel. Daarom ook speedboat. Ha, pardon. Oké, ga even kijken wat hier is. Of hoe ver dat progress. Oh ja, die boot. Wow, ik lek. Kijk dan, die boot. Kijk dan. Mijn project Eagle Eyes dus niet opbouwen. Ik heb geen bloks, anders zou ik het even gedaan hebben. Oh, maar dit was Het was eigenlijk... het werkte er ook nog in. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat hier een boot gebouwd zou worden. Ach joh. Misschien andersom. Ja, ik had hem met zijn neus die kant zeg maar op willen hebben. Is hij online? Nee. Nee, dat ga ik nog wel even uitleggen. Nee, hij kan precies zijn punt niet afmaken inderdaad. Nee, maar jij moet ook, ik wil ook niet hier een boot hebben op dit plekje. Jess is achteruit. Hij moet eerst even anders zijn. Echt, maar zo begin je toch niet een boot bouwen? Dan doe je toch heel anders. Ja, je kan het best aan deze kant, want dan had je echt fucking veel ruimte gehad. Dan had je gewoon zo'n brugje kunnen bouwen naar de wal ofzo. Ja, dan leg je die speedboat ergens anders neer. Ja, dat kan dan ook weer niet. Of een tweede... Ja, gewoon hiernaast ofzo, dat kan prima. Ja, dus Eagle, als je dit ziet, graag. Ik ben een pop. Hij ligt best wel op een verkeerde plek. Ja, sowieso. Nee, het mag wel, maar niet daar. Dat vind ik een beetje... Sowieso. Nee, die vlug gewoon helemaal niet. Nou, Mart kan goed boten bouwen, die kan het goed. Ja, maar die is er ook echt een uur mee bezig, joh. Ja, dat moet ook. Ja? Ja. Ik ga toch nog even hierboven kijken, ik weet niet wat het is, maar... Is het een soort huiskamer zo? Je staat stil. Oh, oh. Oh, ja, we lekken. We lekken. Oh, lek. Lek. Oh. Wow. Gek. Hoe kan dat nou weer? We hebben net een nieuwe server, man. Ja, gek. Een beetje lek. Maar waar gaan we kijken? In de hijskraan? Oh, slecht. Ja, nee, ik dacht... Ja, dat is soort van hijskraan. Ja, dit is een huis. Ik ga even kijken. Ja, doe dat. Je staat weer stil bij mij, of niet? Ja. Ma! Nee! Oh, ma! Nee. Ma! We gaan maar dood. Oh, jee, jee. Dus nou wordt echt gewoon zo meteen uitgetiefd. What the fuck was dit? Ja, dat heet lek, goeie vriend. Ik het lek. Holy shit. Ik heb ineens 2,5 hartjes. Zeg je? Ja, zo, ik heb ineens 3,5 hartjes op pad. Boom, 3,5 hartjes.
Sowieso. Maar volgens mij was dit het er wel, hè? Volgens mij was zover het nu voor staat. We hebben eigenlijk alles laten zien. We gaan de volgende aflevering gaan wij nog wat andere dingen laten zien. We hadden nog een paar huisjes die we nog niet hebben laten zien. Nou, daar geven die mensen toch wat extra tijd. En die, dat wordt volgens mij hartstikke mooi, denk ik, of niet? Ja, denk het wel. En de haven nog een keertje afgebouwd. Ooit. Ja, ooit. Dat zien we dan wel. Een betere boot. Ja, sowieso. Jongens, doe alvast dat blauwe duimpje omhoog. En dan bedank ik jullie voor het kijken. En ben je nog niet geabonneerd op Steengoed? Doe dat dan even. Dan ben je altijd op de hoogte van onze nieuwe video's. Ja. En nou, het was gezellig, jongens. Hè? Sowieso. Best nog een keer doen. Ja, ja toch? Binnenkort. Ja. Sowieso binnenkort. Als het SG-gebouw een beetje groter is, dan kunnen we die ook even laten showen. Ja, sowieso. Ik groet jullie naar beneden, hè? Als jullie naar boven groeten dan. Woehoe! Jongens, later, hè? Hoi.